Goedemorgen. Vandaag is de dag dat ik de Matrix Challenge mag gaan vissen. Nou, ik heb geen flauw idee wat het gaat worden. We hebben een posting gedaan op Facebook. Er zijn ongelooflijk veel reacties opgekomen. Wat opviel is dat de meeste mensen iets willen zien op openbaar water. Maar ik heb echt geen flauw idee wat het gaat worden. Hugo die heeft gisteravond mijn voicemail ingesproken. En die gaan we nu beluisteren. En op die voicemail staat dus de challenge. Ik ben zwaar benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Komt ie. De challenge. Kom bij voicemail. U heeft 3 nieuwe berichten. De Matrix Eerste challenge. Komt ie. Nieuwe bericht. Hi Edwin. Met Wanda. Oh, dit gaat mis. Dat was iets anders. Hey Erwin, met Hugo. Hey, morgen gaan wij de challenge filmen. En ik dacht, weet je wat, ik laat je alvast de challenge weten. Voor morgen gaat jouw challenge zijn dat je 50 kilo aan vis moet vangen. Oftewel de magische 100 pond grens. Je mag maximaal 4 uur op het stek zitten. En je moet minimaal 10 kilo vis vangen aan de wedding. Veel succes. Ik ben benieuwd naar je verhalen. Hoi hoi. 50 kilo vis, waarvan 10 kilo vis aan de Magler of aan de Pelletwegler. Dat wordt. Ik weet waar we afgesproken hebben en ik dacht zoiets van, nou, hier kan ik alle kanten op. Maar niet die kant, Hugo. We gaan het meemaken. Wat een man. Wat een man. Dat wordt echt helemaal niks. Welkom bij de challenge van Matrix. Dit is mijn eerste challenge voor de camera van Hugo. En nou, de challenge die ligt er niet om. Ik moet 100 pond vis vangen op 2 stekken. En Hugo is vergeten te vertellen dat het op openbaar water moet gebeuren. Nou, dat openbaar water, dat ligt hier achter me. 200 hectare. En de manier om hier vis te vangen is dat je wind moet hebben. En wat hebben we vandaag? We hebben geen wind. Dus het gaat lastig worden. Ik moet sowieso 10 kilo vis vangen aan een Wegler systeem. Het gaat echt een taaie challenge worden vandaag. Wat ik ga doen, we gaan de vis opzoeken. Want als we hier gaan zitten, er staat geen zuchtwind, dan heb ik er weinig vertrouwen in. We gaan de vis opzoeken met de boot van Hugo. Hij heeft, thank God, de boot meegenomen. Dus we gaan achter die vis aan. We gaan op een avontuurlijke manier op brazen vissen. Zoals we nog nooit eerder hebben gezien op een Matrix video. Veel plezier. Nou, de boot is ingepakt met ons materiaal. We gaan de vissen opzoeken. We gaan het meer op en we gaan kijken wat we aantreffen. Nou, we hebben een ondiepe baai opgezocht. Er staat heel veel wier. Rechts van mij heb ik een groot lelieveld. En op het moment dat we hier dus de baai in varen, zien we allemaal al brasem voor de boot wegschrikken. Het is hier maar 50 centimeter diep. Het hele meer waar we vissen vandaag, dat is hooguit een meter diep. Gemiddeld zo'n 70 centimeter. Dus ja, in deze baai zit dus vissen schieten voor de boot weg. En de bedoeling is eigenlijk om hier achter me op dat lelieveld daar eerst een voerplekje te maken. Die voerplek die geven we 3-4 uur de tijd. En dan gaan we eerst op een andere plek vissen en daarna keren we terug. En dan hopelijk zijn er wat vissen verzameld die ook azen en die we dan kunnen wegvangen. Dat is het plan. Maar we hebben vis gevonden. We zijn hier. Dit is een mengeling van gebroken mais met hennep. Als je een keer een voerplek van tevoren maakt, dan is dit super geschikt voer. Het kost geen drol.
De gebroken maïs die zet ik in een week, een dag lang, dan de kook erover. En dan laat ik het in het kookwater laat ik het afkoelen. Het neemt ongeveer 2/3 in volume neemt het aan vocht op, de gebroken maïs. En zeker als je een keer een avond van tevoren gaat voeren, dan is dit gewoon super. Een kilootje of 3-4 erin en dan de volgende dag mooi vissen. Maar goed, het is nu allemaal instand. En we varen dicht bij de plompen langs nu. Er zit een doorgangetje tussen die plompen. En daar gooi ik wat voer neer. Het punt is met voorvoeren dat je de vis op scherp zet. Het gaat er niet om om die buik te vullen van die vis, maar je moet vis verzamelen. En we gaan hier over 3-4 uurtjes gaan we hier vissen. En je kunt er wel 4-5 kilo in gooien, maar dat heeft totaal geen nut. Echt helemaal niks. Dus gewoon, je ziet het, ik heb een klein beetje aangevoerd, een pond hooguit. En dat moet het doen. Nou, we gaan naar de eerste stek. Daar gaan we in de vaargeul vissen. Je hebt één vaargeul dwars door het meer. En ik denk dat met dit weer, met het windstille weer, dat ik daar de beste kans heb op vis. Nou, dit is het nieuwe Duralight platform. Van lichtgewicht aluminium. En dit platform is er voor gemaakt om hier viskist bovenop te zetten. En dan op plekken waar je basaltkeien hebt, is dit gewoon een heel stevig, stabiel platform. Maar vandaag gaan we hem anders gebruiken. We gaan op de Deense manier hier vissen. Je ziet het, ik sta al in het water. Het is nog niet eens kniediep. En ik ben maar 1,40 meter, dus kun je nagaan. We zetten het plateau, die zet ik naast me neer. Daar zet ik mijn aas op en ik ga er gewoon naast staan met een hengel. En dan gaan we in die vaargeul vissen hierachter en dan zien we het wel. Voor mij ook een beetje onwennig natuurlijk. Dit doe ik ook niet iedere dag. Maar het is wel een manier zoals je vaak in Denemarken of in Ierland ziet. Gewoon plateau in het water. En daarna staan met een waadpak. Maar om het allemaal een beetje te organiseren, dat is voor mij ook allemaal nieuw, deze hele visserij. Maar het bevalt me wel. Vrijheid om me heen, mooi uitzicht. Lekker weer erbij, te lekker. Dus ja. Mooi stabiel dit. Nou, we hebben netje erbij uit. Steuntjes die staan. Tijd om een voerkorfje te monteren. De bodem een beetje af te tasten en de stek maar eens wat aanvoeren. Nou, de challenge gaat beginnen. De eerste 4 uur gaan nu in. Ik ga de eerste beaasde hengel inwerpen. Als montage een chotterig met een voerkorf vol met wurmen. Chotterig die kies ik voor het visuele aspect. We hebben hier te maken met vissen die voorbij moeten zwemmen. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of een chotterigje op dit water ook gaat werken. Werkt het niet, dan schakel ik meteen over naar een klassiek systeem met wormen als aas. Maar eerst zomaar eens proberen. Ik wou even wat gaan doen. Hugo, die heeft zijn materiaal niet voor elkaar natuurlijk. Oh. Hoppa. Struikel ik zo wat over mijn net. Al super en zo, hè? Nou moet ik ontdekken hoe ik ga onthaken. Dat is voor mij ook nieuw. Maar hij is binnen. Is het goede richting, denk
anderhalf denk ik. Ruim een kilo in ieder geval. En we doen ze even netje om ze bij een stuk of 10 laten ze weer los. Om in ieder geval geen fake vangst te doen hier zo. Maar het werkt, de vis die is er. Het systeempje werkt. Net als in januari op de parkvijver. Nou, zo zie je maar hier op dit grote openbare water werkt zo'n shot richtje eigenlijk ook gewoon. Had ik niet verwacht eerlijk gezegd. Nou, tweede worp. Oh, hij zit erin. Oh! Heeft hij een beeld, joh? Ja? De challenge was om een kroeskarpen te vangen. Ik denk, dit is een kroeskarpen. Maar ik denk dat het een giebel is. Kroeskarpen zijn wel heel erg zeldzaam. Maar het is gewoon echt een hele dikke giebel, Hugo. Dat moet ons weer gebeuren, hè? Dit is een karperachtige, toch? Of niet? Ik heb geen idee. Nou, een mooie giebel. Ik wist niet dat die hier zwommen, maar ja, het is er toch eentje. Volgens mij al een hele oude vis, zo te zien. Is getekend door het leven. Ik vind hem een beetje afgerafeld. Mooie vissen. Oh. Wil je de vis? Tijd is vis. Dat hangt wat aan, ja, maar. Een klein plattetje. Een koolblij. Nou, we hebben al 4 soorten nu. Het is geen soortenchallenge, hè? Ik denk dat het maar tijd gaat worden voor het eerste weegmoment. Vind je ook niet? Dat is goed. Yes. Ruim 11 kilo. 11,5 kilo precies. Ja, zoiets hè? Yes. Mooi. Dus in het eerste uur? Eerste uur 11,5 kilo. Er zit eentje bij, die is 100 gram. Het aantal vissen, daar ben ik eerlijk gezegd al kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 vissen. Nou, best mooi. Nou, dit zijn de eerste 9. Die gaan in goede conditie weer terug. Dus even snel gewogen. Puur om de uitdaging, de challenge, een beetje te toetsen waar we staan. Nou, zoals je ziet, ze zwemmen gelijk weer weg. En op naar de volgende weging. We willen niet te veel vis in het net bewaren. We hebben te maken met hoge temperaturen op dit moment. Er zit wat minder zuurstof in het water. En zo zwemmen ze weer mooi weg. En dan heb ik er ook een goed gevoel over. En daar gaat het om. Op naar de volgende 10 kilo. Nou, ik ga nu omschakelen van het shot systeem naar een ander systeem. De luxe is dat we een hengel klaar hebben liggen. En dat is de Magler. Ik heb onlangs een video gepubliceerd op YouTube. Waar ik dit systeem uit de doeken doe. Want natuurlijke wateren zoals dit pakken ze vaak alleen maar ook natuurlijk aas, maden, wormen. En we gaan eens proberen of het hier ook werkt. In Frankrijk werkte het heel erg goed op de grote meren. Maar daar was het water een stuk helderder dan hier. En we hebben hier te maken met brasem. En in Frankrijk, waar ik het systeem gebruikt heb, had ik voornamelijk voorns en karpertjes. Die toch meer geneigd zijn om op half water te azen dan een brasem. Het is wel een klein beetje vals spelen, hè? Wat dan? Ik dacht dat je alleen maar met een pelletwekkler zou vissen, joh. Ja, maar er staat er ook op, pelletwekkler. Staat erop, Hugo.
Maar je zei toch ook wegglen? Ja, ik verzin nogal wat. Ik pak je nog op. Ja, maar ik jou ook. Dat komt wel goed, jongen. En deze worp is leuk, Herwin. Ja. Maar hierna mag je onder de waggler niet langer dan 30 centimeter onder lijn hebben. Ja. Ja, je bent een mooie. Nou, ik ben nu overgeschakeld naar de wormen. In het begin vind ik een chotterichtje wel goed. Maar ik merkte echt dat de vis op het aas ging, of op de wormen ging aasen. En dus gelijk overgeschakeld ook. En de tijd tussen de inworp en een aanbeet wordt weer kleiner. En in het kader van de challenge is dat niet verkeerd. Daar gaan mijn vrienden. Zie je zo mooi dat wegzwemmen. Ja, jongen, hoorn. Die hadden we ook nog niet. Nou, we gaan de laatste vissen wegen. Ik heb nog een half uur, drie kwartier hier doorgevist. En eigenlijk valt het in één keer stil hier. Om onbegrijpelijke redenen. Goed, het is wel gezellig. Maar we gaan hier natuurlijk voor die 50 kilo. En ik vrees dat ik hem hier niet ga halen. Dus verkassen met die hele handel. Dat gaan we nu doen. We zijn inmiddels verkast naar de tweede plek. De plek die we vanochtend hebben aangevoerd. En ik weet niet wat het is, Hugo, maar ik weet het niet, maar ik denk dat het een karpertje is of zo. Hugo? Ja. We hebben er een karper aan. Nee joh. Ja. Oké, ik. Hoe groot is die hier? Kleintje. Maar het is wel een normaal karpertje. Ja, een spiegelkarpertje. Dit is uniek, jongen. Is hij weer hoor. En er wouden heel veel mensen een karper zien op openbaar water met de vide. Ja, dat is maar het gaat nu echt gebeuren, jongens. Op de camera. Lekker hoor. Ik ga die backflip doen. We zien een karper. Vanochtend zei ik tegen Hugo, als ik hier op dit water met de vierde hengel een karper vang, dan doe ik een achterwaarts backflip vanaf mijn plateau. Nou, het is zover. Ik moet die backflip gaan uitvoeren, want dit is toch echt een officiële karper. Het is niet de allergrootste, maar op dit lichte materiaal, ik gebruik een van de lichtste vierde hengels, Haki 14, hebben we toch wel mooi geflikt om een karpertje te vangen hier. Geen hele grote, maar het is er gewoon één. En in de reacties op Facebook, wat de challenge moest zijn, werd heel vaak genoemd, vang een karper op openbaar water op de vieder. Ja goed, het is wel niet de challenge van vandaag, maar hij is er wel. Waarschijnlijk een van de uitzettingen die afgelopen winter zijn gebeurd, hier op de Groningse kanalen. Daar gaat hij. Seems like nothing really changed. But I just try and try again.
Nou, we zijn weer terug bij waar we net zijn geëindigd, toen ik die beet kreeg van die karper. Ik was dus aan het vertellen dat we dus verkast zijn naar de tweede plek. Deze plek heb ik vanochtend wat aangevoerd met wat gebroken mais en met wat hennep. En die vis die ligt er gewoon al. In de tussentijd een brazen en een karper gevangen. Ik sta nu op 32 kilo. Ik heb eigenlijk nog een uur de tijd om nog mijn target te halen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb een mooie giebel, ik heb mooie brazens, ik heb een mooie karper. Ik zit in een fantastische omgeving. Er is geen haar op mijn hoofd die spijt heeft als ik het niet ga halen, jongens. En een brazem op de pelletwaggler, of in ieder geval de Maggler. Mooie vissen dat zijn. Fantastisch weer. Nou, we hebben vandaag met verschillende montages gevist. Op het einde van de film ga ik jullie uitleggen hoe die montages in elkaar steken en hoe ze werken. Dus blijf kijken. Nou, onze prachtige visdag die is ten einde. We gaan inpakken. Nou, ik had 32 kilo. Ja, hier zit geen 18 kilo in om de challenge te halen. Maar we hebben zeker wel ruim 10 kilo gevangen op de Waggler. Dus die challenge heb ik gehaald. Maar mooie karpen erbij. Twee giebels. Mooie omgeving. Ik ga ze ook niet eens meer wegen. Ze mogen terug. Dat was hem. Mission complete. Niet gehaald. Wat een droevenis. Wat jammer nou. Ik baal ervan, jongen. Weet je waar ik niet van baal? Dat ik die backflip straks nog moet doen. Ja. Nou, in het kort iets over de systemen waarmee ik vandaag heb gevist. In feite hebben we met een aantal verschillende systemen gevist. Ik ben vanochtend begonnen met de chotterig. Nou, de chotterig die hebben we ook besproken in een van onze eerdere video's die we opgenomen hebben in de winter van dit jaar. Daarna ben ik overgestapt op een klassiek systeem. Lus in lus verbinding. Gewoon de cage feeder. 20 gram, niets bijzonders. Ik heb de stek aangevoerd met een wat groter model. En daarna overgestapt op een klein model. Volgedrukt met pieren en met dode maden.
onderlijn. Ik heb hem kort gehouden omdat er veel vis op de stek aanwezig was. Ik gebruik deze hoek, de SW4er. Ik heb de maat 14 gebruikt. Kant-en-klare onderlijntjes. Ze zijn een meter lang, maar ik heb ze dus iets ingekort op 60, 70 centimeter. Maar de meest interessante visserij van vandaag, en ook een van de leukere manieren vind ik persoonlijk om mee te vissen, dat is dan toch wel met het Magler systeem. Het Magler systeem, dat is eigenlijk gewoon de Wegler met daarop een transparant plastic buisje gelijmd. Ik lijm het buisje op de Wegler. Ik doe daar een tie-ripje om. Als het buisje vast zit, haal ik het tie-ripje weg en zo maak ik hem. De Wegler die zit gewoon net als op een normale manier tussen een aantal stuitjes. Als lijn gebruik ik 2300ste Carpmaster. En dat is een hele mooie, soepele lijn. Ik gebruik ook wel 2000ste, daar kun je iets verder mee werpen. Maar ja, normaliter gebruik ik dus wel vrij dunne lijnen om mooi die Wegler naar de stek toe te werpen. En minstens last van wind. De Horizon Carp Wegler, dat is absoluut mijn favoriete hengel binnen het Matrix gamma. Een prismolentje van Fox Rage. En verder een onderlijntje van een 30 centimeter. Die zit verbonden, die hondenlijn, met onze nieuwe hoeklengswiffels. Die zijn heel subtiel gemaakt. Er zit een klein rubbertje op met een inkeping waarin je je onderlijntje hangt. Je haalt het rubbertje, schuif je op de wattel en daarna hang je je onderlijn erin, inkeping erover en je vist. Super handige dingen. Nou, dat is de Magler. Ik heb ook nog gevist vandaag met een insert Magler. Dat zijn voorgeloden. Ja, Waglers als het ware. Met twee hele kleine loodjes op de lijn, op je onderlijn zeg maar. Hetzelfde gemonteerd als de Magler die we zojuist hebben gezien. Dit is een dobber van 3 gram voorgelood. Dus hij staat eigenlijk op de gewichtjes die onderaan de dobber zitten. Twee hele kleine valloodjes erop. En that's it. Haak 14 erop. En nou, dat is eigenlijk alles zoals we hebben gevist. Nou, dat was hem in het kort. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze video. Ik heb helaas niet de challenge gehaald. 50 kilo, net niet. Maar ik denk als je hier vandaag had doorgevist, dan ga je zeker over die 100 pond heen. Ja, ik zit er toch een beetje met een dubbel gevoel bij. Het is niet meer zo makkelijk als eerder om veel vis te vangen. Je ziet toch dat we bepaalde grenzen weer opzoeken zoals vandaag. Die vis opzoeken, op strategische plekken bevissen. Ja, en zelfs dan lukt het nog niet altijd. Maar vandaag was wel een topdag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en alle vele leuke reacties op deze challenge. Graag tot de volgende keer. Erwin. Nee. Succes met de backflip. Oké, ik ga hem doen.